Welkom bij het verleden van Utrecht. Hier achter mij zie je de bouw van de nieuwe torens van Muziekcentrum Vredenburg. Maar het is niet de eerste keer dat er op deze plek torens worden gebouwd. Onder deze bouwput liggen nog de resten van een eens machtige burcht. Maar wat was dat voor kasteel? En waarom staat het er niet meer? Dit verhaal begint in 1529. In dat jaar wordt Trein van Leemput geboren, vlakbij Utrecht. En in datzelfde jaar beginnen ze ook met de bouw van een burcht in de stad Utrecht. Kasteel Vredenburg. En deze twee historische feiten blijken later alles met elkaar te maken te hebben. Aan het begin van de 16e eeuw is wat nu Nederland is onderdeel van het machtige en katholieke Habsburgse Rijk. Karel V heeft hier dan de controle over de stad Utrecht. De inwoners van Utrecht zijn daar niet blij mee. De keizer neemt steeds meer van hun rechten af, waardoor ze minder zeggenschap hebben over hun eigen stad. Dit is de tijd waarin Trein van Leemput, of eigenlijk Trein van Voren, zoals ze voor haar huwelijk nog heet, opgroeit. Overal waar ze speelt heb je Habsburgse soldaten en soldatenfamilies. Want in die tijd is het verplicht dat soldaten bij gezinnen inwonen. Keizer Karel laat een burcht bouwen om de morrende burgerij onder de duim te houden. Op keizerlijk bevel worden de monniken van het Catharijnenconvent gedwongen te verhuizen naar de Nieuwe Gracht. Op de lege plek wordt met mannenmacht gewerkt aan de burcht, die in een recordtijd van 136 dagen verdedigbaar is. Op het hoogtepunt van de bouwactiviteiten werken er zo'n 1500 man tegelijk aan het project, dat zo strak is georganiseerd dat zelfs een gezelpaal en een galg wordt gebruikt om de arbeiders harder te laten werken. Het kasteel domineert de hele westelijke kant van de stad. En dat benadrukken ze nog eens een keer extra door boven de poort een spreuk te hangen waarop staat: voor de vriend een welkome bescherming, voor de vijand daarentegen een ijzeren roede. Na 10 jaar komt de keizer van Duitsland op bezoek met een enorm gevolg. Iedereen komt kijken. Dat moet op de kleine trein een verpletterende indruk hebben gemaakt. De burcht bestaat uit 4 hoge muurwallen met hoektorens en een zwaar poortgebouw. De wallen zijn van een immense dikte. Ze bestaan uit een 4 meter dikke massieve buitenmuur en een grondvulling van 9 meter die in bedwang wordt gehouden door een 2 meter dikke binnenmuur. Totaal dus een muur van 15 meter breed. Binnen de muren bestaat het grootste deel van de bebouwing uit de oude kloostergebouwen van het Catharijnenconvent. Er zijn slaapvertrekken en keukens voor de soldaten. Een smederij, een bakkerij en zelfs een eigen brouwerij. Ondertussen rommelt het in het Rijk van Keizer Karel. Overal in Europa beginnen in het geheim critici zich te verzetten tegen het katholicisme zoals dat vanuit Rome gedicteerd wordt. Daar wil de keizer niks van horen. Gaan we nu weer in gebed tot de Heer. En de ketters, ofwel deze toekomstige protestanten, worden vermoord of in de gevangenis gegooid. Heer, verlos ons van de Spanjaarden. Maar ondertussen hoor je allerlei nieuwe vormen van prediking. Ook in en rond Utrecht. Trein is inmiddels getrouwd met bierbrouwer Jan van Leemput. Ze krijgen 4 kinderen. Ze zijn een zeer gerespecteerde familie in de stad. Ze bezitten meerdere panden, waaronder deze waar ze ook wonen. En Jan is daarnaast ook de aanvoerder van een van de burgermilities die de stad verdedigt. Ook hebben Jan en Trein interesse in de nieuwe religieuze beelden van het calvinistisch protestantisme, waarbij nederigheid en soberheid voorop staan. En dus nemen ze de grote stap, net als veel andere Utrechters, om van religie te veranderen. Ondertussen is keizer Karel opgevolgd door zijn zoon Philips II. De katholieke Philips pakt de vervolging van de andersdenkenden nog strenger aan. De spanningen lopen hoog op. Zo hoog dat in 1566 ook in Utrecht een dolle menigte kerken openbreekt
en de rijkdom en protserigheid vernield. Het stadsbestuur reageert met pappen en nat houden op deze beelderstorm. Wat Jan en zijn milities precies doen, weten we niet. Maar de meeste burgermilities beschermen het stadhuis, terwijl de rellende menigte zijn gang kan gaan. In de meeste kerken werd alles wat met het katholicisme te maken had vernield. Maar hier in de Domkerk hebben ze een aantal afbeeldingen, voordat die menigte eraan kwam, kunnen redden. Zoals deze hier, die werd gewoon helemaal dichtgemetseld. De hoofdjes werden er wel afgebikt, want anders staken die door het metselwerk heen. Maar toen ze klaar waren, zag je er helemaal niets meer van. Pas eeuwen later, tijdens een restauratie, werd het weer ontdekt. Het zijn onrustige tijden in de stad. De haat tegen de katholieke Spanjaarden neemt toe. Ook de familie van Leemput krijgt persoonlijk met de Spanjaarden van doen. Trein krijgt het aan de stok met twee Spaanse soldaten die bij haar in huis wonen. Ze betrapt ze op diefstal. De ene soldaat gooit ze het huis uit en de andere soldaat zet ze een mes op de keel. Met die trein valt niet te sollen. Na de beeldenstorm is de sfeer tussen de Utrechters en de Spanjaarden zo verziekt dat kasteel Vredenburg wordt versterkt met nog meer soldaten. De vijandigheden over en weer nemen zo toe dat de Spanjaarden zich met hun families en al definitief terugtrekken in de burcht. Kanonier, laat uw stuk! De kanonnen worden op scherp gezet. Jan van Leemput en zijn mannen bereiden zich voor op een harde confrontatie. Op verschillende hoge plekken in de stad zetten de burgermilities hun kanonnen klaar en richten die op kasteel Vredenburg. Vuur! Er vinden een paar schermutselingen plaats. Er zijn geen constante gevechten. De Spanjaarden openen dikwijls het vuur. De kanonskogels raken kasteel Oudaan en verwoesten een toren van de Mariakerk. Maar de Spanjaarden zitten in feite dus opgesloten in hun eigen kasteel. En af en toe proberen ze de stad weer over te nemen. Dat lukt niet. En de Utrechtse burgers zijn het meer dan zat. Als ze na een paar maanden geen salaris meer ontvangen en het brandhout op is, zijn de Spaanse soldaten het beu. Hun leider onderhandelt met de Utrechters en er wordt besloten dat de Spanjaarden vertrekken. Op 11 februari 1577 verlaten 150 soldaten met hun vrouwen en kinderen de stad via de Catharijnensingel. De Spanjaarden laten veel van hun spullen achter. De inboedel wordt verkocht, gebouwen worden verhuurd. Maar sommige Spanjaarden bevalt het kennelijk goed in de Domstad. Hier staat dat ene Filippo een loodsen, een schuurtje dus, heeft gekocht voor 15 gulden. Trein bevalt het in ieder geval goed dat ze van de Spanjaarden af zijn. Het inmiddels protestantse stadsbestuur wil die machtige Spanjaarden niet tegen de haren instrijken, want je weet natuurlijk maar nooit. En weigert daarom de leegstaande burcht af te breken. Maar de bevolking wil juist dat het kasteel wordt gesloopt, want ze zijn bang dat er anders toch nieuwe soldaten worden gelegerd. En daarom komen ze zelf in actie. Volgens de overlevering verzamelt Trein van Leemput een grote groep vrouwen en gaat naar de Vredenburg. Trein draagt een blauw schort aan een ragebol gebonden als vaandel. Bij het kasteel geeft het sein tot slopen door de eerste stenen zelf los te wrikken. Hierna beginnen de andere burgers de muren van het kasteel met bijlen, hamers en houwelen af te breken. De sloop wordt doorgezet en nog voor de zomer is een groot deel van Vredenburg afgebroken. Maar het duurt nog tot 1581 voordat het complete kasteel is gesloopt. En met het puin wordt de slotgracht gedempt. En hier is eigenlijk nooit meer iets anders gebouwd. Het werd gebruikt als plein voor handel tot op de dag van vandaag. Er stond nog wel altijd een toren van de burg tot in de 20e eeuw en die werd gebruikt als café. En Trein die is behoorlijk oud geworden, 72 jaar, dus de Vredenburg heeft ze ruimschoots overleefd. Na haar dood is ze begraven in haar geliefde Domkerk, die net als zij tijdens haar leven van katholiek in protestants veranderde.
En dan het standbeeld, hè. Voor haar eigen woonhuis staat ze met Pikhouwil, onze eigen Utrechtse held. Volgende week in het verleden van Utrecht. Hoe rijke Amsterdamse kooplieden prachtige buitenhuizen lieten bouwen langs de Vecht.